Medewerkers in de casinobranche gaan morgen een prikactie voeren om de aandacht van de regering te vragen. Ze voelen zich namelijk gediscrimineerd door de COVID-19 maatregelen. Dit zegt Nawin Rampertap van Pasha Global. De medewerkers gaan uit van de stelling recht voor één, recht voor allen. De COVID-maatregelen zijn vanaf gisteren aangescherpt door de regering. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid maakte bekend dat er onder meer nachtclubs, dancings, bars, recreatieoorden, sportscholen en casino's voorlopig dicht moeten. Rampertap zegt dat de casinomedewerkers geen probleem hebben met de andere sectoren, maar dat steeds een bepaalde groep de deuren moet sluiten. Het gaat dus eigenlijk zegt als je volgens de COVID-protocollen bezig bent, dan voldoet een casino wel aan de COVID-protocollen, maar een warenhuis niet. Als je de concentratie kijkt, weet je, de veiligheid in de casino is gegarandeerd in zekere mate, toch? Omdat de items die je aanraakt in een casino gelijk gereinigd worden. Maar in een warenhuis is dat niet het geval. En we hebben dus eigenlijk niets tegen de warenhuizen, maar het gaat dus tegen, als we vechten tegen COVID, laten we het heel snel aanpakken en goed doen. Want als je die warenhuis ook openlaat, dan gaat de verspreiding zich ook voldoen. Rampertap zegt dat de casinomedewerkers de afgelopen maanden erg hieronder hebben geleden, omdat de gokhuizen moesten sluiten. We moeten ons houden aan de regels, mooi en waar, maar financieel is het iets dat je hebt kosten, je hebt lasten, je hebt schulden. En niet eens de overheid dat zegt van oké, okay, weet je, de casino's sluiten, maar je bent voorzien van een tegemoetkoming. Ook dat is er dus niet. Dus wij zijn echt afhankelijk van ons arbeid. En als we niet arbeiden, is de kans ook groot dat we geen salaris krijgen. Was dat wel het geval de afgelopen maanden, sinds het COVID er is vanaf maart? Ja, we hebben een deel salaris gehad. Maar ik ken ook andere mensen die helemaal geen salaris hebben gehad. Dus dat is echt ergens gaan stuiten, want je moet rekening houden als mens heb je, je hebt kosten, je hebt lasten. En als een groot deel van je inkomsten weg komt te vallen, dan heb je een veel groter probleem. Het was Nawin Rampertap, medewerker van Pasha Global. De medewerkers van de casino's zullen morgen een prikactie voeren op de hoek van de Maagdenstraat en de Jodenbreestraat om aandacht te vragen voor hun situatie.